often. Not, not a politician and not you. And when I meet face to face, shit, don't be late. I'm just talking on the phone, yeah, I'm not gonna wait. When you're gonna tell me, you better locate. If it's taking up my time, then it's beep beep. Yeah, I'm trying to come through. Beep beep. Yeah, I'm bringing something new. Beep beep. Yeah, I'm trying to come through. Beep beep. Yeah, I'm bringing something new. There's no limit, I'm trying to feel it. I tried to tell you all what would happen to you. I tried to make you see I was telling the truth. I was trying to be everything you want me to be. I can't please everyone, I'ma let it beep, beep, beep. Het is voor u natuurlijk geen verrassing wie we vandaag gaan volgen. We gaan eens zien of deze topscorer van de competitie ook vandaag gevaarlijk kan worden. Hallo beste kijkers en hartelijk welkom voor hopelijk weer een spannend potje voetbal. Ik ben Sierte Vos. En samen met collega Jeroen Gutter naast me verzorg ik het commentaar bij deze wedstrijd. En over enkele ogenblikken gaan we hier kijken naar een wedstrijd in de competitie. Deze wedstrijd moet je gewoon zien. Zoals altijd weer een onverdeeld genoegen om hier te zijn. En ik heb het gevoel dat we iets moois gaan meemaken vandaag. Nou, zit je er klaar voor? Schot om voor te komen. En een schitterende stoepduik van de doelman. Dit is een mogelijkheid om iets te creëren. Want dat is voorlopig moeilijk geweest deze wedstrijd. Een dreigende kopbal. Maar net op tijd gekeerd door de keeper. Jongens, wat een wereldredding. Geweldig. Hij onderschept hem op een gevaarlijke plek. Een stiftje. De bal gaat recht op de doelman af. De ploeg die vandaag op bezoek is maakt de laatste tijd de meeste doelpunten van alle clubs. Zouden ze in deze uitwedstrijd ook zo productief zijn? Ik hoop het wel, want ik heb eigenlijk wel zin in een paar goals. Ze kunnen de bal gaan ingooien. Ja, heel. Let op, nu het spel stil ligt, pakt de scheidsrechter alsnog de gele kaart. Ja, zie je het hoofd? Komt er een doelpunt aan. En wegkans, Fucci. Hij had de openingsgoal kunnen maken zo. Ja, en dan zul je zien, hè, ziet dat hij er zo dadelijk aan de andere kant wel ingaat. De paas wordt onderschept. Bijgestaan door zijn teamgenoot. Verder met de steekpaas. Hé, hey, joh. Wat een onbeheerste sliding. Als je dat op straat doet, krijg je de politie achter je aan. En op deze plek op het veld kun je er ook heel veel spijt van krijgen.
Bal is hij kwijt naar die tackle. Peters. Die steekbal is gevaarlijk. Op tijd bij de bal en meteen onderweg. De eerste zit erin. Dat kon ook bijna niet anders, Jeroen. Ja, en helemaal terecht hoor. De tegenstander is onder de voet gelopen. Dit doelpunt kon niet uitblijven. De score is geopend. Het is 1-0. En weer gewerkt. De voorzet. Club Brugge was al wel eens eerder op het hoogste podium te vinden. Maar toen het in 1959 met de Belgische eerste klasse promoveerde, bleef het daar definitief. Ja, en heel succesvol, hè. Ze hebben meer dan 10 keer de beker weten te winnen. Is dat de gelijkmaker? Ja, daar is de gelijkmaker. En zo stelt hij heel snel orde op zaken na die tegentreffer van daarnet. Ze zien toch kans om iets te creëren, om die kans af te maken, maar de tegenstander domineert de wedstrijd. Ja, dat is misschien ook wel het mooie van voetbal, Siert. Tegen het spelbeeld in, toch gevaarlijk worden en je kans pakken. Eupen rukt op naar de goal. Eupen laat de bal moeiteloos rondgaan, van speler naar speler. Hij wordt geblokt. Nu zouden ze best kunnen counteren. De defensie reageert veel te traag. Hier de voorzet naar de tweede paal. Dit moet de voorsprong worden. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. De woede van de trainer kan ik wel begrijpen. Moet je nou toch zien. Als je op die plek de bal inlevert. Ja, dat is natuurlijk gewoon vragen om problemen. En dus heeft Eupen nu een achterstand weg te poetsen. De speler raakt het balbezit kwijt. Mooie plek zeg, om die bal te veroveren. Als we naar de cijfers van het balbezit kijken, dan zijn die niet gunstig voor de bezoekers. Maar daar zullen ze niet wakker van liggen. Ze gaan immers aan de leiding. Dit kan een gevaarlijke aanval worden. Maar het leek gevaarlijker dan het is. 1 minuut blessuretijd. En dan vindt de scheidsrechter het tijd voor pauze. De bezoekers staan op voorsprong. Dan... Club Brugge mocht aftrappen en het tweede bedrijf gaat van start. Beetje ruimte op de flank voor Club Brugge hier. Club Brugge laat de bal moeiteloos rondgaan van speler naar speler. Deze kan erin. Ze hadden de voorsprong hier echt moeten verdubbelen. Niet te geloven dat hij er niet in gaat. Het lijkt wel een game. Nou, dit zie je echt maar zelden hoor, Siert. 1 doelpunt voorsprong, dat is lekker, maar dit soort kansen moeten er gewoon in. En u weet het waarschijnlijk al, en het is waar, het klopt. Paris Saint-Germain heeft een nieuw talent gecontracteerd. Oh ja, het moet erin. Gered, maar de dreiging is er nog steeds. Knallen maar. Het schot wordt tegengehouden. Er ligt ruimte voor een counter. Hij leek er vandoor, maar de verdediger houdt de bal tegen. Hier moet de kans uitkomen. Kans op een schot, maar goed weggewerkt. Deze paas kan hij onderscheppen. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Wat een doelpunt!
wonderschoon. Een stiftballetje over de keeper heen. Volkomen kansloos die doelman. Nou, knap hoor, want heel veel ruimte was er niet. En de stand is weer gelijk. Wat een spannende wedstrijd is dit toch. Club Brugge mag een vrije trap nemen. Blijft aan de bal. Deze om voor te komen. Goal. Ze staan weer voor. En dik verdiend hoor. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Eupen moet de handen nu uit de mouwen steken. Ze staan achter. De speler wordt geholpen. Nou, die pakt hij heel mooi af. Keita. Ja, dat getuigt van spel in zich. En de bal komt aan. Hij ging op de doelman af, maar die deed wat goede doelmannen doen in zo'n situatie. Zo zeg, wat een heerlijke redding. Ja, hiermee voorkomt hij de slotfase een achterstand. Vervolgt zijn weg naar het doel. Oh, wat een schotkans. Ze ruimen de bal op voordat hij kon schieten. Dat schot gaat net iets te hoog, zeg. Ze had hem even bewaard, maar dan komt... Nu toch de gele kaart. En dat rijmt. Het einde van het duel is bijna in zicht, Jeroen. Ah, ze moeten uitkijken, hoor. Ze hebben er al twee tegen. Defensief is het lang niet zeker. Nou, we zien of ze kunnen stand houden in deze laatste minuten. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Wat een geweldige redding. Oh, hij voorkomt hier het doelpunt. Zeker weten. Nog 8 minuten van de 90 te gaan. Club Brugge laat de bal moeiteloos rondgaan van speler naar speler. Kans van dichtbij om de wedstrijd te beslissen. En goed gered daar. En met deze hoekschop kunnen ze de wedstrijd definitief beslissen. Een mooi moment voor een nieuwe speler, zegt de coach. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Niet dreigend, maar nu alles onder controle. Rits. De kant van heel dichtbij. En die bal wordt weggewerkt van de doellijn. Ja, geweldig verdedigend werk. Ik telde hem eigenlijk al. Jij ook? Ja. Kunnen ze dit snel uitspelen? Ze krijgen 2 minuten blessuretijd van de vierde official. Mooi om daar te stoppen met deze wedstrijd die ze vandaag hebben weten te winnen. Vandaag hebben ze weer eens laten zien hoe trefzeker ze zijn. Al had het toch weinig gezien. Quelques secondes après la fin de ce match, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.